Ja, zeg maar, wat voor woorden heb jij voor deze avond? Ja, enorm teleurgesteld. Een pijnlijke nederlaag. Heb je het ooit dit seizoen zo slecht gezien? Nou, tegen Telstra vond ik het 2 keer slechter hoor. Tegen Telstra vond ik het 2 keer slechter. Ik denk dat dat nu niet goed was, maar ja, het is lastig te zeggen na 0-3, maar we speelden de eerste helft echt wel met aanvallende intenties. En we probeerden vooruit, alleen zij speelden zo verdedigend en zo compact. Ja, dat we de moeite hadden om daar doorheen te komen. En we helpen ze echt in het zadel door die standaard situaties door één keer niet op te letten. En we komen 1-0 achter. Ja, dat gaf voor hun een signaal dat om nog verder terug te gaan zakken. En ja, wij waren gewoon niet bij macht om daar een gaatje in te vinden. Moet je dan niet ook slimmer zijn? Want jullie hebben wel heel veel de bal gehad, maar zo weinig gecreëerd. Ja, klopt. Maar het is wel lastig. Kijk, als je zelf ook in de bal hebt in het centrum, dan... De spitsen waren niet bereikbaar omdat het zo vol was. Dus we moesten heel veel vierde flanken. En ik denk dat we heel veel voorzet hebben gehad. Alleen ja, ze spelen ook met 3 bomen van kerels achterin. Ja, het is ook gewoon moeilijk om daar dan kans te creëren. Maar natuurlijk moeten wij wel slimmer zijn. Misschien het baltempo hoger leggen waardoor ze eerder uit elkaar spelen. Dat zeker. En dat het niet goed was is ook. Maar ik vond tegen Telstra dat we het echt niet afweten. En ik vond nu dat we wel intenties hadden. Alleen het kwam er niet uit. De trainer zegt ja, we trainen wekelijks geweldig. Maar ja, wij zien ook de resultaten vooral. En daarin zien we toch dat het eigenlijk ja, toch vaker teleurstellend is dan vrolijk. Ja, nee, dat klopt. Het is ook moeilijk te geloven. Maar inderdaad, ook deze week weer halen we met z'n allen een heel hoog niveau. Maar ja, in de wedstrijd komt het er nog niet uit. En daar draait het wel om het resultaat uiteindelijk. En, ja, het is de laatste weken even pijnlijk. Ja. Maar ik wil er toch even op door. Want hoe kan het dan dat je het op de training wel laat zien, maar in een wedstrijd dan niet? Ja, zeg het maar. Dat is geen idee, weet je. Wist ik het maar, want dan hadden we er wat aan kunnen doen. We hadden in ieder geval niet verwacht dat zij zo defensief zouden spelen. En, ja, ik weet het niet. Soms op training dat je misschien iets vrijer bent dan dat je in de wedstrijd speelt. Dat er met iets meer spanning bij komt kijken, ik weet het niet. Wat moet er gebeuren om jullie er weer echt helemaal bovenop te krijgen? Want we dachten even dat jullie het lekker weer boven waren met een goede serie. Maar na 2 matige wedstrijden zijn er eigenlijk gewoon weer heel slecht voor. Ja, nee, dat klopt. Ik denk dat we sowieso nu op dit moment niet gewoon naar de ranglijst moeten kijken. Dat is op dit moment niet belangrijk. Op dit moment is het gewoon belangrijk dat we ons focussen op de volgende wedstrijd. En, dat is volgende week Fortuna. We weten dat zij ongeveer hetzelfde spelen als Dordrecht vandaag deed. Dus daar moeten we iets anders tegenover zetten. Ga je nog naar buiten straks? Nou ja, ik moet wel naar buiten. Ik moet naar mijn auto. Maar als het publiek met me wil spreken, dan moeten ze dat doen. Het is een goed recht. Maar ja, weet je, we moeten met z'n allen door. Zowel het publiek als wij willen allemaal natuurlijk aan het eind van het jaar die play-offs hebben. En we hebben elkaar heel hard nodig. En ik denk wij op dit moment het publiek nog wel meer dan eerder. Maar ik snap wel dat ze enorm teleurgesteld zijn. Want wat we nu laten zien is natuurlijk niet goed.